De gemeente Ljouwt wordt van harte lokwensje met haar nieuwste fietsenwinkel, Joop Zandberg. Ja, wij vriezen ze fietsen heel wat oud. Dus we gaan even zien bij Joop in Grauw. Oh, Joop! Traditioneel een klassieker IJsingerpartij in Ronriep op het verkeersprogramma. Gelukkig is Teke Triemstra weverom in de strijd. Hij wint in de eerste omloop van Patoe van Pieter van Althuis. En in de tweede omloop maar het Patoe van Martijn Olijns met Maarten Veenstra, Pier Piersma, Dron Leeuwen. Soort publiek in Dron Riep, omdat het ook mooi keert zwaar wie je uiteraard. Die zegen in de eerste omloop het Patoe van Johan van der Mul. Krekt win van het Patoe van Jelte Pieter Dijkstra. Vier weer een leek, Sois niks achter, maar ze winnen op Sois Gliek. Nog een mooie partij in de eerste omloop. Jan Dirk de Groot in het Patoe van Chesse Steenstra. Wint het Patoe van Jan Dirk de Groot. Verrassend. Jawel, verrassend. Dat mooie verrassend nemen. Die naar de hele finale tijd. Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar. En daar maken ze een mooie strijd. Tjin het patoe van Gert-Anne van der Bos en Teke Triemstra. Traaien in je voorsprong voor het patoe van Jan Dirk de Groot. Vier van mijn traaien voorsprong. En dan is het Daniel Liesiger die opstiet en rolt het oer het veld heen. Maar met een mooie boppenslag zorgt hij ervoor dat het vier van mijn fjouwer en Sois Gliek wordt. Wol te verstehen voor het patoe van Jan Dirk de Groot. Vier van mijn vijfhouwer voorsprong. En dan moet die Sjelder de Groot opslaan. Komt die bal op een nieuwe achterin naar Daniel Liesiger. Maar die gaat krekt over de kweeën heen. Dat is spietig. Dat is jammer voor Jan Dirk de Groot. Vier wees in de league. En dan wordt het vier wees in de league Sois Fjouwer. Wat is daar Daniel Liesiger onder opslag? Net Gert-Anne van der Bos op de Lietse keerts. Hans Wassenaar slaat die bal boppen. En die liet dat even witten. Ja, een tactische wissel. Terug Daniel Liesiger op te slaan en dan op Sois Gliek. En is Gert-Anne van der Bos die het perk mist. En daar terug is het patoe van Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar finalist. Zij doggen dat in het patoe van Johan van der Meulen, Racing Heemstra en Hielke Bruinsma. En zo komen de patoeren dan het veld op in Dron Riep. Traditioneel een hele mooie promenade. Alle keertjes, de finalisten in elk geval. En het publiek zit klaar om een mooie finale te zien. Maar nee, zullen ze bedrogen voor uitkomen. Patoer van Johan van der Meulen, Racing Heemstra, Hielke Bruinsma, wint gewoon oppermachtig. Het wordt dan nog 4 voor mijn Ingen. Ja, en dan hoop je dan nog op een mooie partij. Nee, dat slaat het net. Deze zitbal wel van Jan Dordt Roos. Maar op 4 voor mijn Ingen en Sois Gliek is het Johan van der Meulen, mooi zien, opslagbal. En die gaat naar Hans Wassenaar. Hans Wassenaar naar de Boppeta, Hielke Bruinsma. Wat doet hij? Wat doet hij? Die slaat hem over alles en iedereen heen. En daar mooi de winst van zijn patoeren. Prachtige slag van Hielke Bruinsma. Prachtige overwinning van Johan van der Meulen, Racing Heemstra en Hielke Bruinsma. Jan Dirk de Groot, Dylan Drent en Hans Wassenaar, die worden tweede. En het patoe van Gert-Anne van Bos tegen Triemster, Daniel Liesiger, tredde.